waar het hoogte van het eerste stek werkers aan de 1, 2, 3, 8. De start is gevallen in de rechterbaan natuurlijk. Prins of Moog in de linkerbaan, Arvin Poco. Onderaan de eerste in de rechterbaan, Arvin Poco in de linkerbaan. Gezamenlijk gaan ze de eerste 100 meter door waarbij Arvin Poco. Omnia DSE, als er een laatste is, maar groot is de voorsprong niet. Zonder Niels en Omnia DSE wat extra aan. Dan gaat de leiding overnemen, dan gaat op baden van Arvin Poco. Toch maakt de bijna 10 kansen in deze eerst. En dat betekent vrijwel zonder Omnia DSE. Die is volledig over. Laatste 100 meter in trans aflegt, reglementair finish. Betekent dat we de paarden nog een keer aan de start gaan krijgen voor een zogenaamde paraatje rit op de gevallen en gaat Doris Kazen wat kan hij betrokken maken? Hij staat nog wel de voorsprong door de zaal, want die 7-jarige Ruim heeft een lengte voorsprong, maar daar komt Unreal Ruim.